Ik ben begonnen bij dit initiatief omdat ik zelf ook al een tijdje vegan was. En ik bakte veel vegan. En ik merkte dat ik al mijn vrienden er heel blij mee kon maken en mezelf, want ik vond het gewoon leuk om te doen. De ene keer bakte voor verzorgingshuis, de andere keer voor crisisdiensten. En je zag dat de ouderen bijvoorbeeld al heel erg genoten dat we even een praatje met ze maakten. En dat dat eigenlijk misschien nog wel belangrijker was dan het eten wat we ze gaven. Ik hoop natuurlijk dat mijn idee wordt voortgezet en dat mensen realiseren dat iets kleins zo heel veel voor anderen kan betekenen.